Dag dames en heren. De wind waaide vandaag uit een zuidwest of westelijke richting. En dat betekende dat het daardoor juist aan zee prachtig zonnig weer is. De enige wolken die er zichtbaar waren, waren met name wat sluiwolken. Landinwaarts kwamen ook vandaag stapelwolken tot ontwikkeling. Het was niet meer zo warm. Het was zelfs aangenaam zomers te noemen. Met landinwaarts nog wel temperaturen van 25 graden of iets meer. Op de satellietbeelden kunnen we heel duidelijk zien dat er een band met bewolking over het zuiden van Scandinavië, via Denemarken richting Duitsland loopt. Daarbij is de activiteit een heel stuk minder. Maar her en der zien we toch nog wel wat witte plukken, wat regen- en onweersbuien. Nou, dat zijn de buien geweest die gisteren over ons land trokken. Aan de voorzijde, daar zit nog die hele warme lucht. De luchtmassa daarachter, waar wij vandaag ons in bevonden, was beduidend minder warm, maar zeker niet koel. De echt koele lucht ligt op ruime afstand op de Atlantische Oceaan. Nou, verder kunnen we daar heel mooi zien dat die band met bewolking helemaal terugdraait. De kern van lage druk lag vandaag ten zuidwesten of ten westen van Ierland. En die lage drukgebieden die gaan de komende dagen nog wel een belangrijke rol spelen. Op korte termijn niet. Blijf nog eventjes ten westen van ons liggen. Maar morgen zien we wel dat bewolking nu nog boven de Britse eilanden een deel van Nederland schamt. Op de regenradar zien we ook dat er wat neerslag in uh, bijvoorbeeld Wales vandaag aanwezig was. Maar de regenradar van Nederland die was zowaar helemaal schoon. Een droge dag met dus flinke zonnige periode. En ook vanavond is dat het geval. De aanwezige stapelwolken die verdwijnen. Dus op heel veel plaatsen is het een tijdje prachtig zonnig weer. In het westen en noordwesten daar komt geleidelijk aan wat meer hoge bewolking opzetten. Dat is die bewolking die boven de Britse eilanden ligt. Het is zelfs niet ondenkbaar dat er vannacht in bijvoorbeeld het westelijk Waddengebied een heel klein beetje mieze regen valt. In de rest van Nederland is het droog. Zeker naar het oosten en zuidoosten toe zijn er nog flink wat opklaringen. Laagste temperatuur een graad of 14 en verder heel weinig wind in het binnenland morgen dan waait de wind uit het zuiden tot het zuidoosten en dat betekent dat daarmee even warme lucht wordt aangevoerd. Later op de dag zal overigens de wind wel weer draaien naar het zuidwesten. In het oosten en zuidoosten tropische temperaturen van 30 of 31 graden. Wat meer bewolking schuift er over het noordwesten. Een spatje, het is niet helemaal uitgesloten. En verder in de avond, dan zal op steeds meer plaatsen hier in het noordwesten wat regen vallen. Dat zal waarschijnlijk pas rond zonsondergang zijn. Dat is echt laat op de dinsdag. En op hetzelfde moment kan er misschien ook wel in het zuidoosten een bui. Wie weet met wat onweer tot ontwikkeling komen. Maar overdag is het dus droog en erg warm. Alleen op de Waddeneilanden eilanden wordt de 25 graden niet gehaald. Nou, woensdag, in de nacht naar woensdag moet ik zeggen, dan trekt een aantal buien over het land. Woensdag overdag een enkele, verdwaalde, kortstondige bui. Maar met de zuidwestenwind wordt toch weer wat minder warme lucht aangevoerd. De temperatuur doet weer een stapje terug en komt dan in Midden-Nederland op zo'n 23 graden uit. En als we dan verder kijken, dan zien we dat donderdag de temperatuur ook wat aan de magere kant is... ten opzichte van wat we gewend zijn. Want dit zijn temperaturen die heel normaal zijn voor deze tijd van het jaar. Zaterdag gaan we wederom omhoog. Zondag koelt het dan weer af, en vooral van zaterdag op zondag, dus in de nacht, moeten we toch weer rekening houden met een paar regen- en onweersbuien. Tot de volgende keer.